Men neemt een kiepauto met stenen en stortte die losjes op een terrein. Men neemt vervolgens twee keer zoveel kniebeschermers als er jongens voorhanden zijn. En dan kan er begonnen worden aan een wedstrijd in het stratenmaken. Dat gebeurde op het terrein van de Hilversumse gasfabriek ter propagering van het stratenmakersvak. En voor veel jongens was dat in de paasvakantie een heerlijke ontspanning. Iedere deelnemer moest een klein hokje zo goed mogelijk bestraten. En dat lijkt veel gemakkelijker dan het is, ook al zijn de eerste grepen meteen al vakkundig. Een volledige opleiding kost 3 jaar. Je moet niet alleen oog voor het vlak hebben, ook kracht in de handen. En een beetje kunnen doordouwen. De welp is blij dat hij geen heitje hoeft te bestraten voor zijn karweitje. Dit is de voldoeningsschenkende hurkzit. Dit de geconcentreerde bilzit. En dit de perfecte kniezit waarin men lang kan volharden. Een wethouder kwam kijken, samen met officials. En een kleine carrièrejager deed direct een gooi naar de post van opzichter. Stratenmakers hebben het gevaar in eigen hand. En liefderijke eerste hulp kan die eigen hand verbinden als het nodig is. En dat is het soms. De wedstrijd woedt intussen verder. De lat komt er nu aan te pas. En het avontuurlijk gladstrijken begint. Als er vermoeidheid optreedt, zijn die stenen niet meer kapot te krijgen. En wordt het duidelijk dat het resultaat niet altijd overrompelend is. De deelnemers wachten ongeduldig of ze slaagden, dan wel zakten als een baksteen. Het einde toont de gelukkige winnaar.